allemaal, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de My Team Career Mode. We zijn aangekomen bij de race van Canada. Dat is ronde nummer 6 van het tweede seizoen dus inmiddels. We hopen op een goede bounce back of een doorgang naar Azerbeidzjan. We hebben een droge race al te zien, lijkt het. Een droge kwalificatie. Dat is mooi. Ontwikkelings... update, daar kan ik niet echt veel uithalen om eerlijk te zijn. Maar goed, kijken op dit moment 3 punten achterstand ten opzichte van mijn rivaal Alonso. Dat is alles wat er gezet is. De trainingen zijn allemaal met regen. Maar wel al mijn doelstellingen gehaald, al boosts binnengehaald. Dat is allemaal fantastisch en dan gaan we naar de kwalificatie. Minutes remaining in the session. We need a good lap here or we're out of qualifying. Het is weer tijd om te gaan racen hier in Montreal, de op één na grootste Frans sprekende stad ter wereld en sinds 1978 de thuisbasis van de Canadese Grand Prix. Met topsnelheden van zo'n 340 km per uur op weg naar de inhaalmogelijkheid van bocht 13 behoren de 4,3 km van het circuit Gilles-Neuve tot de snelste op de Formule 1 kalender. Er zijn 14 bochten in totaal waarbij 60% van de ronde vol gas wordt afgelegd en de gemiddelde rondesnelheid 210 km per uur bedraagt. Laten we de grid van de spannende race van vandaag doornemen. Charles Leclerc start op pole position. En P2 gaat naar Daniel Ricciardo. Een sterke positie voor de Australiër. Verder op de grid hebben we Norris, Sainz, Valtteri Bottas en Hamilton. Verstappen, Perez, Vettel en Pierre Gasly. Stroll, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Ryder, Schwartzman, Giovinazzi, George Russell,
en Guan Yuzu. Mick Schumacher, Latifi, Mazepin en Yuki Tsunoda. Welke van deze getalenteerde coureurs pakt vandaag de winst? After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Dat is de startopstelling van de Grand Prix van Canada. We starten vanaf plek nummer 14. Dan gaan we even kijken wat we voor strategie gaan doen. Er staat hier soft, medium, medium. Maar ik ga dan liever voor een medium, medium, soft variant. Ja, medium, medium, hard lijkt mij echt niet de doel hier ook. Dat is een beetje overdreven. Zoveel bandenslijtage heb ik nou ook niet. Lijkt tenminste. En dan gewoon twee stoppen. Okay, there appears to be an issue. We're currently investigating. Okay, looks like a mechanical failure. We're going to have to ask you to find a safe spot to retire. Sorry about that. Dus je stoppen, ja. Ja, in ieder geval niet te doen. Wat een fantastische prestatie van Ferrari. Er was geen twijfel over mogelijk. Pas, hoe hebben ze zichzelf vandaag van elkaar onderscheiden? Dat was een echte teamoverwinning. Het is ze gelukt een goede strategie in te zetten die bij de omstandigheden op de baan paste. De coureur deed alles wat van hem verwacht werd om het plan van het team tot in de puntjes uit te voeren. Een prachtig voorbeeld van hoe Formule 1 een echte teamsport is. Ferrari flikt het hem weer. Een geweldige prestatie hier tijdens de Grand Prix. En het is een team dat weet wat het doet.
kijken wat voor effect dit resultaat heeft op de stand bij de coureurs. Het was niet het beste weekend voor onze klassementsleider en zijn voorsprong aan de top is kleiner geworden. Dus kijken Bas, wie vind jij een van de beste coureurs van vandaag? Yuki Tsunoda krijgt mijn stem vandaag. Het is tijd om naar het constructeursklassement te kijken. Het was een lastige wedstrijd voor de leiders in het kampioenschap die steeds meer voorsprong inleveren ten opzichte van de rest. Ik ben uitgeput en uitgelaten met dit weekend vol Formule 1. Kom bij ons terug voor de volgende. We zijn aangekomen bij de raceuitslag. Een teleurstellende race voor. Een teleurstellende uitslag voor mijn team. Zien we dat Leclerc wint voor Ricciardo, Sainz, Norris, Bottas, Verstappen, Hamilton. Op plek 7, dus ook voor de klassementsleider een heel teleurstellende race. Perez, Vettel en Stroll eindigen op de laatste plek in de punten knissen. En dan ben ik de enige uitvaller van de race. Maar misschien de enige die op een lange afstand is gezet. Gaan we naar de kampioenstand, dan zien we dus dat Bottas dichter en dichter bij Hamilton aangekomen is. Norris zit op een redelijk gat nog steeds. Leclerc wint 2 plekken van 6 naar 4. Daarom blijft het plek staan waar hij stond. En Verstappen verliest 2 plekken, dus hij gaat van 4 naar 6 toe. Ikzelf sta nog steeds op de 8e plek in de kampioenschap. In de teams van de Nix Mercedes een dikke voorsprong op Leclerc. En daarachter Ferrari. Zelf als team staan op de 6e plek. Met nog maar 1 puntje voor op Alfa Tauri. Maar volgens mij kon je auto het niet volhouden, hè? Het waren meer botsautootjes dan Formule 1, vind je niet? Het zal enorm frustrerend zijn dat je het einde van de race niet haalde door problemen met de auto. Wat ging er mis? Wat ging er mis? De motor was gewoon ontploft. Dat ging er mis. Hoe vind je dat het dit seizoen tot nu toe gaat? Kan je auto de strijd wel aan? Super, dat was het. Oké, dankjewel Claire voor de interview weer. En natuurlijk geen punten gehaald in de race. 4 punten voor Alonso. Die dus daarmee verder uitloopt. Nu 8 punten voorsprong staat in de rivaliteit. Teamfaam blijft ongeveer hetzelfde, 17. Coureursfaam allebei nog steeds in 12, komt ook geen verandering in. 2 van de 3 bonussen zijn gelukt. Dus dat is gelukkig nog tenminste wat geld extra in het laadje. De teaminkomsten zien er nu zeer gunstig uit. Het is tijd om na te denken over onze winstmarge en welke vlakken van ons bedrijf kunnen profiteren van dat geld. Zoals ik net al zei, dat komt straks. We gaan eerst gaan kijken wat we doen met onze tweede coureur. Dit is
activiteiten voor de komende week eventjes zetten. We doen de apparatuur upgrade voor de duurzaamheid. Kijken, de sponsor advertentie voor de coureurs. Dat lijkt me prima, daar hebben we nog drie dagen open. En dan doen we de teambuilding aerodynamica. Ja, dit bericht slaat natuurlijk nergens op. We hebben de volgende beloning ontvangen. 0 punten. Dankjewel, Pierre. 0 punten. En waar slaat hij? Zeg dan gewoon dat je niet iets hebt ontvangen. Het is wel onnodig, deze berichten. Gaan we verder even kijken in de ontwikkeling. We staan nog steeds in de onderste regionen van de voertuigprestatievergelijking. Al is dat waarschijnlijk ook een groot deel te danken aan de duurzaamheid. Maar we gaan proberen natuurlijk weer een sprong te maken voor de komende weken. Nou, even kijken bij aerodynamica, kan ik wat doen? Nee, want daar is afdelingscapaciteit bereikt. Je ziet dat ik daar al een paar dingen in voorbereiding heb. Daar stond ik laatste. Maar met de sprongen die ik misschien ga maken, gaan we dan bij Haas, Alfa Romeo, Williams voorbij. Maar goed, daar kan ik dus niks doen. De chassis dan eventueel. Lichtgewicht velgen, die kan ik wel doen. Voor 1300 munten is dat meteen. Dat zou ook een aardige sprongetje betekenen. Die is nog niet beschikbaar. Warmte afvoerende velgen is ook mogelijk. Ik heb toch het idee dat het een klein sprongetje is, maar goed. Dus het is een beetje die of deze of die andere. Even kijken, wat zullen we... Ja, ik denk dat deze nog wel het beste is. Dus we gaan voor de hele grote upgrade. Houden nog 427 minuten over. Kan je misschien iets in de duurzaamheid doen? Nee, want daar is de afdelingscapaciteit nog steeds, is nog steeds bereikt. Dus daar kan ik ook niks doen. En ja, dan heb ik verder geen updates qua aan die onder die 427 minuten kost. Dus dan is dat voor de updates is dat even klaar. We hebben 5 updates staan in de planning. Zou je hier even naar kunnen kijken voor ons? Een situatie, een aandrijflijn, afdeling, simulatie, tijd om een nieuwe afstelling te testen als deze kaart is. De richtlijnse kaart door te, met de ontwikkeling van een onderdeel waarmee ze werken, maar dat levert er ook niet. Dat heb je goed aangepakt, dank je. Ik ben maar akkoord gegaan. We hadden eerder deze week een groot probleem in de productielijn, dus het volledige ontwikkelingspakket voor dit weekend is mislukt. Er moeten herontwikkelingen besteld worden via het R&D-scherm. Ja, heb ik toevallig met wat punten bezwaard. Kijken of we dat meteen kunnen doen. Ja, volgens mij een grote update die dat betreft. Dat is meteen een dure. Oeh, komt net te kort. Dus dat kan ik nu niet herstellen. Misschien vlak voor de Grand Prix. Nee, gaan we hier even doorspoelen. Nog een upgrade die meer mislukt is volgens mij. Of is dat nog steeds hetzelfde? Nee, dat is weer een nieuwe. Dus 2 updates die nu mislukt zijn. Een kleine en een grote. Allebei voor de aerodynamica. Kijk, deze 487, dat lukt makkelijk. Dat duurt 12 dagen, kijk wat de andere was. Is dat ook een grote of was dat een kleine? Is een kleine? Oh, 6-7 minuten, dat lukt ook makkelijk. Dus die worden wat later verwacht. Helaas, maar het is niet anders. We staan inmiddels niet meer op de tiende plek. We zijn Alfa Romeo en Williams voorbij gegaan. We staan nu 8e in de voertuigprestatie met dicht achter Alfa Tauri en Alpine. Dus we komen langzamerhand richting die middenveld toe in de prestatie vergelijking. Dus, maar goed, we gaan deze aflevering weer sluiten. Het is
alles wat ik kon doen is gedaan. Zoals altijd dus even duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal. Volg ook de kanaal in de beschrijving hieronder. En dan zien we je snel weer terug voor de Grand Prix van Frankrijk. Tot de volgende keer en later.